De koers voor Bergendal in 2019 werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Malle Molen in Groesbeek. In een video liet burgemeester Slinkman weten dat er meer gebouwd moet worden en er actiever gezocht moet worden naar drugscriminaliteit. In 2018 is er volgens de gemeente hard gewerkt aan verschillende nieuwbouwprojecten. De heropening van een tehuis in Millingen is vooral een puntje van trots voor de burgemeester. Waar ik heel blij mee ben is dat het gelukt is om in Millingen het gasthuis helemaal te renoveren. En als woonvoorziening voor heel veel verschillende ouderen in Millingen en eigenlijk de hele polder in stand te houden. Want dat liep echt een beetje gevaar. Daar ben ik heel blij mee. Dat doet veel voor de leefbaarheid. Waar in 2019 echt aan gewerkt moet worden volgens de burgemeester is het op straat krijgen van de wijkagenten en het opsporen van hennepplantages. We hebben een hele goede club, hele goede toegewijde mensen. En nu wil ik ze echt achter het bureau vandaan meer in de wijken zien. Dat is één. En daarnaast zou ik ook echt veel meer werk gemaakt willen hebben van het oprollen van hennepplantages. Daar rollen we er echt niet veel van op in Bergendal. Terwijl als je kijkt naar omliggende gemeenten, zeker verder weg, wat er gemiddeld zou moeten zijn. Als je dat landelijk gemiddeld uitrekent, dan pakken we daar maar een fractie van. Ook moeten er meer woningen bij komen om ervoor te zorgen dat mensen niet noodgedwongen de gemeente moeten verlaten om een geschikte woning te vinden. Nou, wat we zeker willen is dat er voor veel meer mensen dan nu een woning komt. Want er zijn zoveel mensen die graag een woning willen. Of het nu ouderen zijn die een groot huis uit willen. Of starters die eindelijk eens bij vader en moeder weg willen, maar wel in het dorp willen blijven. Dat lukt nog onvoldoende. Er wordt niet genoeg gebouwd, niet in een voldoende tempo. Dus veel meer woningen voor starters, maar ook voor ouderen, zodat er doorstroomhuizen vrijkomen. Dat zou ik heel graag willen. En wat mij betreft mogen er ook wel wat vernieuwende woonvormen bijkomen. Bijvoorbeeld oudere mensen die zeggen, nou, we willen niet naar een bejaardenhuis, maar laten we met z'n zessen of achten maar eens samen kruipen en zien wat we aan voorziening kunnen organiseren. Maar misschien ook wel jongeren die in een tiny house willen. Misschien nog wel dingen waar ik helemaal niet aan denk. Dus we willen daar ook open voor staan. En dat allemaal natuurlijk graag op een duurzame en liefst energie-neutrale wijze. De samenwerking tussen de verschillende kernen van Bergendal verloopt steeds beter volgens Slinkman. Iets wat in 2019 wordt voortgezet. Ik merk dat we elkaar steeds beter weten te vinden. Of het nu de muziekverenigingen zijn of de schutterijen. Het gaat steeds beter qua samenwerking. We hebben bijvoorbeeld het afgelopen jaar een groot gezamenlijk schuttersconcours gehouden dat heel succesvol was. Dus langzamerhand groeit Bergendal echt toe naar één gelukkige gemeente.